Er wordt jaarlijks tonnen voedsel door supermarkten weggegooid. In Den Haag heeft 47% van de volwassenen ernstig overgewicht en hebben 40.000 hagenaars diabetes. Voor een groeiend aantal inwoners is gezond eten te duur. Met de huidige inflatie groeit de armoede en zijn veel mensen voor groente en fruit aangewezen op caritatieve instellingen. Voedselbanken kampen echter door de oplopende vraag met een groeiend tekort aan verse voedingsproducten. In Frankrijk zijn supermarkten verplicht om contracten aan te gaan met caritatieve organisaties. Dit zorgt ervoor dat de organisaties verschillend voedsel van goede kwaliteit kunnen uitdelen, zoals groente, fruit en vlees. De Haagse stadspartij wil dat ook Haagse supermarkten een contract tekenen met caritatieve instellingen, zodat er een einde komt aan de voedselverspilling.